Fashion Week is van start. En waar ik nog wel het meest naar uitkijk, is de show van Marry Me Jimmy Paul. Want daar wordt fashiongeschiedenis geschreven. Voor het eerst ooit kun je als toeschouwer met behulp van je smartphone al tijdens de show je mening geven over de kleding. Dat vind ik namelijk leuk. Die interactie met het publiek vind ik vet. Nou ja, dat vind ik hartstikke leuk, maar dat ga ik niet doen. Nee, ik doe alleen als ik wat win, doe ik het. Ja. Communicatie wordt steeds belangrijker en hoe je met communicatie omgaat. En de interactie met mode, dat maakt het ook heel erg toegankelijk. Oké, de show is begonnen. Zometeen kan ik hier dus stemmen op de show, wat ik ervan vind. Nou ja, wederom love it. Mega. Superleuk man, super, super leuk show. Ja, maar dat was natuurlijk leuk met dat stem inderdaad, want daardoor je zag die modellen ook omdraaien en gewoon meteen kijken of ze populair waren of niet. Ja. Voor mij was het meeste love, omdat ik ben homo en waren alleen maar regenboogvlaggen, veren. History, ik hou daarvan. Nou, als ik zo doe, dan zie ik jou. Nou, ik denk 600.000 keer. Ik heb zelf ook gestemd. Ja, hartstikke leuk. Het werkte gewoon. Dit is het verslag van uw reporter op Fashion Week. Als ik de avond mag raten, dan zeg ik: love it.